Hallo mensen, welkom bij een nieuwe aflevering van... Woehoe, let's go! Vroom vroom! In mijn mooie wagen scheur ik door het land. Zit ik weer in de problemen, heb een hekel aan Duitsland. Oh, dit is zo creepy! Let's go, vrachtwagenchauffeur! Ik ben nu adviseur! Met een goed humeur, Vincent chauffeur, ja! Yeah, we zijn weer terug bij jullie. We gaan de weg weer op, want vorige keer waren wij namelijk langs de tol en we gaan vanaf Polen naar Duitsland. Duitsland, mijn favoriete land, waar ik zo van hou. Oh, wat leuk, die boerderij! Die boer was flink aan het maaien in het veld. Want hij moet zo zijn geld verdienen door zijn oogst, door het land te oogsten. En ja, zo, ja, dat is gewoon zijn werk. Daarom lijkt me boer zijn helemaal niet leuk. Je bent elke dag bezig. Je bent vroeg bezig tot 's avonds laat. Kan ik trouwens naar links? Ik moet naar links, anders rijdt die vent aan. En je bent altijd tot laat bezig. Je moet vogelverschrikkers kopen. En die zijn al heel erg creepy. Als de zon schijnt, moet je elke keer je land gaan voorzien van water. Het is gewoon, het lijkt me niet echt een taak voor mij. Nee, ik zou het eerst het geduld hiervoor hebben en het lijkt me gewoon helemaal niks. Nou, ik weet niet hoe hard ik mag, maar ik hou me een beetje aan... Ja, ik wil die vrouw nog inhalen, die rechts van me. Hallo, wie zit erachter? Even kijken. Oh, ik kan het niet goed zien. Hoe hard mag je? 110. Laat maar. Ik zeg niks, we gaan gewoon keihard doorracen. 110 mag je hier. En ik vind het raar dat het embleem van 80 niet eens verdwijnt naar 110. Alsof dat niet past, weet je. Alsof die 110, alsof er geen bordjes zijn ontworpen voor de game. Van, oh, 80 is max. Misschien is het wel de eigen veiligheid van mij. Omdat ik natuurlijk twee gravers heb, is het niet verstandig om met 110 km per uur op de snelweg te gaan met twee gravers. Maar ja, we willen op tijd zijn voor die vracht. Weet je wel, we moeten dat leveren en ik verdien er wel geld aan. En dat geld hebben we nodig voor het bedrijf waarvoor ik werk. Zo, nou dat is duidelijk toch? En we zitten nou een beetje op de snelweg. Ik weet niet of we al in Duitsland zijn, dat weet ik echt niet. Ik weet dat we een heerlijk vaartje hebben. En dat we eigenlijk gewoon links rijden met die keiharde vaart. Het is gewoon echt lekker dit. Ik heb nog net niet dat bliesje door mijn haar. Ja, er staat al een ventilator op me. Maar het is toch, ja, het is best wel realistisch. Maar dan zou het van deze kant moeten komen. Omdat ik ook die kant zit van het stuur. Snap je het? Daar is links. Ja, oké. En nou komt het van rechts, de wind. Wat zien we daar? Mogen we harder? Mogen we sneller? Ik weet niet. Oh, ik moet remmen. 90 mag ik hier. En ik denk dat hier weer het einde van de tol is. Dus ik doe mijn rem weer ingedrukt. Hou en die mag hier 70. En dan gaan we weer even tol betalen. Ik ben benieuwd of het net als het vorige keer 6 euro was. Ik denk wel duurder. Omdat de afstand wat langer was dan vorige keer uit mijn hoofd. Oké, hier mag je 40. Een beetje remmen. Zo, ik doe het heel langzaam. Ik laat gewoon mijn gas nu een beetje los. Zo. En we zijn er. En we gaan tol betalen. Ik hoop dat ik hier goed zit. Het is heel smal, dus ik moet flink goed rijden. We gaan bij hotel ticket ding Bali 6. En dan zeggen wij, nou meneer, nou maar die de tol betalen. 79 euro? Wow. Dat is wat anders dan 6 euro. Hoe kan dat nou? Van 6 euro naar 80 euro. Wow, dat is een flinke dure tol. Maakt helemaal niks uit, want YOLO, mijn baas betaalt. Ik heb trouwens ook wel een hele leuke mok, jongens. Jullie kennen hem wel, hè? Kijk eens wat een leuke mok ik heb. Van de mok van de kok. Hij is leuk, hè? Mm. Zo, ik kan hem hier op mijn dashboard kan ik hem kwijt met mijn mok. Berlin, rechtdoor. We gaan denk ik de goede kant op. Ik weet niet of ik kan uitzoomen. Poznan, dat klinkt wel echt Pools eigenlijk. En ik weet niet of daar de grens is. Maar er is wel... Er lopen wel strepen door. En ja, ik weet niet, we gaan richting Berlijn. En Berlijn is de hoofdstad van Duitsland. Joh, Vincent. Meen je dat nou, joh? Ja, dat meen ik serieus. En het is ook best wel... Ik vind het slecht weer. Ja, ik vind... Hier schijnt de zon, maar in de game, ik vind het matig. Ik weet niet. Het is echt matig. Je mag hier 70. Waarom gaan we harder dan 70? Ze zijn hier bezig met de weg, hoor. Kijk, er staat een graafmachine. Lijkt me raar om dan
ja, komen de gravers langs de weg. Dat is apart. En graven zie je niet zo snel op de snelweg. Dat komt omdat ze niet zo hard rijden, hè? Dat is echt de logica van een graver, hè? Even kijken. Pesnan en Wroclo. Nou, dat ligt niet in Duitsland. Maar je kan er wel naartoe. Ja, ik ga toch maar rond de 70 kilometer rijden. Ja, er staat een bordje 80 weer in mijn scherm. Maar ik kan niet meer vertrouwen op mijn navigatiesysteem. Ik weet niet, ik kan er gewoon niet op vertrouwen. Ik wil het wel, maar ik kan het niet. En ik hoop dat daar een bordje staat bij 110, want dan kunnen we lekker doorgassen. Er staat op 90. 70, weer een ton. Meen je dit serieus? Dit is de derde ton van deze aflevering, of van deze rit. En we moeten trouwens ook gaan tanken dadelijk. Nou, je mag hier 40, dus ik ga even rustig rijden. Net als, we houden ons aan de verkeerslimiet, hè? Dat weten jullie. Gewoon netjes ons gedragen. En we gaan naar de tol. Oh, nou dat. Hallo zeg. Nou, ik kom de tol betalen. Nou, hartstikke bedankt. Fijne race. Dan komen daar 80 euro. Eerst van 6 euro. 80 euro. Nou, wordt dadelijk 200 euro dadelijk. Ik ben benieuwd. Gaan we daar weer over betalen? Nou ja, mijn werknemer betaalt het. Maakt niet uit. Mijn hoorn doet het nog. En wanneer we in Duitsland zijn, ik weet het niet. Ik heb net nog een bordje gezien met Poolse namen. Dus het is nog een beetje verdacht. Ik heb het gevoel dat ik nog in Polen zit. En ik zie het eigenlijk een klein beetje aan de omgeving dat dit niet geheel Duitsland is. Duitsland telt toch wel grotere omgevingen met bergen. En hier heb ik toch nog meer boerderijen gezien. En ik geloof niet dat dat in Duitsland te zien is. Ik zie wel dat ze erg veel aan de weg bezig zijn. En ze hebben het ook afgezet en ik ga een heuvel op. Vandaar dat ik ook niet harder ga, maar wel mijn voet keihard op het gaspedaal gedrukt. En ik zie ook allemaal fabrieken rechts, van die kabels. En waarom rij ik op de linkerbaan? Dat klopt, dat hoort dan niet. Nee, dat. Dus ik ga gelijk naar rechts. Zo, lekker relaxed. Ik weet ook niet hoe hard ik mag. Ja, er staat weer een bordje 80, maar zoals je weet, ik kan het niet vertrouwen. Ik kan op zich wel 80 gaan rijden. Maar ja, ik ga gelijk een ander navigatiescherm erin laten zetten. Als dit niet klopt, zeg maar. Leuk bruggetje trouwens. Gaan we onderdoor. Hier. We gaan er niet overheen, maar dan onderdoor. Vind ik ook wel een keer leuk hoor, zo'n grote brug. Zo'n hele smalle, kleine, grote brug. Dat moeten ze ook in de game doen. 110. Nou, kijk eens. We mogen lekker gassen. En dat gaan we ook zeker doen. Want we rijden nog 80 km per uur. En ik ben benieuwd, we moeten eigenlijk nog weer vaart gaan minderen, want dadelijk zijn we weer aan het einde van de tol. Want we zitten weer op een tolweg. En er zijn er echt een hoop altijd. In de buurt van Duitsland heb je vaak heel veel tol. In Nederland valt het nog best wel mee. Ik geloof dat er een tol uit mijn hoofd zit bij Duitsland. Ik moet gaan tanken. Het is een beetje snel dat ik dat ineens zeg, zo, maar ik moet gaan tanken. Het is niet anders. En hier is een mooi tankstation. Euron heet het, Euron. Euron, laat je even een tankje vol gooien, dames en heren. Klaar voor een tankje. Zal ik even op het tankstation zitten, zo. Nou, we gaan eens even kijken. We gaan even tanken, zo. Kom maar binnen, hoor. De totale prijs is al 10 euro. Het valt mee. We gaan er hoop liters in doen, hoor. Moet je eens kijken, joh. De totale prijs wordt hoger. Nou, we gaan echt hoger de score nu, hoor. We gaan in de 600 euro. Dat is dan duurder dan die tol, hoor. Maar we moeten wel, hele tank moet vol. We hebben voor 997 euro getankt. Zo, hij zit helemaal vol. En we zijn gewoon helemaal vol. Heel de tank zit vol. En de brandstofuitgave wordt gedekt door de medewerker. Nou, we gaan even over dit parkeerplaatsje. Het is nog lekker zonnetje. Het is nog overdag. Het is 10 uur 's ochtends. Dat is heerlijk. De tijd mag lekker langzaam gaan als het lekker overdag is. Vind ik helemaal niet erg. Ik vind het hartstikke fijn. Heerlijk overdag rijden. Oh, ja, er zit weer zo'n zondagsrijder. Oh. Wat een vervelen, ja. Nu ga ik hem even vervelen, hoor. Zo, lekker voor hem rijden. Ik zou eigenlijk moeten remmen keihard. Maar ja, dan krijg je eigenlijk weer een boete omdat hij op je rijdt. Want dan heb jij het gedaan. Dat is altijd zo. 110 mag je. En we gaan richting Berlin. Op de A2. Oh, wat een lekkere siroopje heb ik meegenomen. Ja, ik koop tegenwoordig niks meer bij tankstation. Ik vind het te duur. Vorige week ging ik met een maatje, ging ik even wat lekkers aan bij tankstation. Nou, het is gewoon, ze vragen gewoon het dubbele van wat eigenlijk in de Albert Heijn kost. En dat is, en dan heb je niet eens een flesje in plaats van een fles bij de Albert Heijn. Ongelooflijk, maar
Ze vragen soms zulke dure dingen. En soms heb je YOLO-momentjes. Dan ben je bijvoorbeeld, ga je naar een pretparkje. Of je gaat naar ergens naartoe. En er is geen keus, weet je wel. Als er geen keus is, dan moet je het nemen. En het maakt dan niet uit, al is dat flesje 3 of 4 euro. Je koopt het gewoon omdat je dorst hebt. En daarom zo'n slimme tactiek. Ja, laten we toch maar 3 euro maken, want mensen kopen het toch wel. Is heel slim. Is echt heel slim. En vooral pretparken zijn heel duur, hè? Ja, pretparken zijn heel duur. Maar ja, wat ik zeg, YOLO, je bent er maar een keertje, weet je wel. Je bent er misschien maar 1 keer in het jaar. En dan hebben ze zoiets van, weet je, je bent de hele tijd al lekker aan het sparen voor zo'n reis. Laten we gewoon gek doen. En dat had ik bij Disneyland toen ik naar Disney ging. Toen zag je een knuffel voor 30 euro. En het was gewoon een hartstikke leuke, lekkere knuffel. En ik wou iets kopen voor onderweg, want we hadden een bus. En die bus was eigenlijk, het leek net of je op een baksteen zat met de stoel. Hè? Het was heel hard, je kon je nek niet bewegen. Het was allemaal, het was eigenlijk gewoon rot. Dus ik heb eigenlijk amper geslapen in de bus. Omdat, ja, en toen dacht ik, als ik nou een kus koop. Wat ik 10 jaar geleden ook had gedaan. Maar die kussen hadden ze helaas niet meer van 10 jaar geleden. Dan kan ik lekker dus slapen. We zijn bij de tol trouwens. Maar ik heb eigenlijk, ik geloof uit mijn hoofd, minder geslapen dan de heenweg. Dus ik kan nagaan. Dus het heeft niks geholpen. En toen heb ik eigenlijk 24 uur geslapen thuis. Echt bizar. Welke tol nemen? Ik neem hem gewoon een keer helemaal rechts. Daar heb ik gewoon zin in. Deze. Oeh, die is. Oké, sorry. Rechts kan ik niet doorheen. Want die was een kruisje, zie je het? Ja, daar mag je niet doorheen. Oké, nou, hebben we een boete? Ik weet het niet eens. Ik had wel een schade. Alhoewel, nou ja, jullie hebben het gewoon niet gezien dat ik heb gebotst. We gaan betalen. Hoeveel is het dit keer? 52 euro. Kijk, dat zijn mooie bedraagjes. In plaats van 80 euro, wat een verschil. 62 euro. Zij maakt het verschil. We moeten hier naar links. Mogen we naar links van de auto's? Ik zie niemand in mijn spiegeltje. Spiegeltje aan de wand, mag ik naar rechts? Ja. Nog een keer. En plop. Zo. En we zijn weer op dreef. Ruim 7 uur nog. Voordat we het eindstation bereiken, Duitsland bovenaan. Een nieuw dorpje. Ik ben heel benieuwd. Richting de buurt van Noorwegen. Ik ben ook benieuwd of we al iets van sneeuw tegenkomen. Ik weet het niet zeker. Ik ben heel benieuwd. Maar wat is dit nou weer? Oh, dit is de grens. Dit is de grens. En hier ben ik ook gekomen toen ik naar Disney ging. Toevallig heb ik dit ook gezien in het echt. En toen dacht ik gelijk aan deze game. Ik dacht, wauw, dit klopt precies al in het echt. Dat weet ik nog wel, dit. Toen was daar ergens was daar een winkeltje en daar hebben we gestopt. En daar gingen we wat lekkers halen. En ik moest echt ontzettend pissen. De buschauffeur zei nog, moet je pissen? Wacht dan totdat we ergens gestopt zijn. En gelieve niet te plassen in de bus. Enkel voor noodgevallen. Dus zit je aan de diarree of moet je echt nodig scheiden of zo. Dan kan je gewoon lekker even die hele wc vol scheiden. Maar dat was ook denk ik niet de bedoeling van die chauffeur. Hij zei het niet, maar ik dacht het wel dat hij dat bedoelde. Nou, kan gebeuren. En het leuke was van die chauffeur die ons dan zeg maar 's ochtends ging brengen en 's avonds ging halen van Disney. Dat hij dus de hele dag heeft geslapen in zijn eigen bus. En toen liet hij zijn kamer in die bus zien. En het was dus bij de band was ergens een opening en er was gewoon een bed stond er in die bus. En het was echt apart. Hij had gewoon alles daar, een koelkastje weet ik voor allemaal niet. Het zag echt luxe uit. Ik dacht, wauw. En die man heeft daar gewoon lekker een tukje gedaan overdag. Ja, je moet wat, hè. En hij had ergens binnenin, ergens had hij gedoucht. Ergens in die hotels of zo, kon hij ergens douchen. Oké. Okay. En dat klopt ook dat hij had gedoucht, want ik rook niks. Ik zat namelijk bijna vooraan. Oh, ik moet wel op mijn rechte helft blijven, maar ik ga naar links. Want er rijdt weer zo'n zondagsrijder. Ik weet ook niet hoe hard je mag, want ik zie nog geen borden. Maar ik weet, Duitsland weet je het, hè. Oneindig hard. Dat is zo. Maar ik houd het wel in de gaten. We gaan eens kijken, waar zit het op de map? Even kijken, resterende tijd is 31 uur. We hebben nog 31 uur de tijd om ons doel te bereiken. En we hebben nog steeds de graven achterop. Althans, dat hoop ik. Ik heb het niet meer gecheckt.
Voor 21.118 euro gaan we deze opdracht doen. En we worden ontvangen, verwacht, om 11:15 tot 9:05 s'avonds op donderdag. Nou, het is woensdag, dus we hebben nog een hele dag de tijd om te arriveren. Om precies te zijn, een hele 24 uur en 15 minuten ongeveer zoiets. Bijna 15 minuten, een kwartiertje. Ik vind het helemaal mooi. Rostock, dat klinkt wat meer als Duitsland in plaats van Polen. Ik heb 1% schade aan mijn voorafdruk. En waar moeten we heen? Moet hier de weg af. Goed dat ik even keek. En we gaan richting... Oh, Ausfacht. Jullie weten het, hè? Het was geen plaats. Het is de oprit of de afrit. En we gaan nu de snelweg op, mensen. Shit's getting real. En ik geloof dat we nu dus op de officiële snelweg zitten. Op Duitsland. En nu gaan we dus echt... Het gaat nou snel, hoor. We gaan zeker weten. We komen dichterbij ons doel. En dat is alleen maar fijn. Dat is alleen maar fijn. Nou, tank hoeven we niet te doen. Ik denk dat we sowieso met deze tank halen het wel tot het uiteindelijke doel. Dat hoop ik. Dat gok ik. Ik hoop het ook stiekem. Hè? En het zonnetje komt weer door. En ook toevallig dat het zonnetje bij mij in de kamer doorkomt. Maar daar ben ik wel blij om, omdat het een beetje realistisch oogt. Ik zit natuurlijk in die vrachtwagen, hè? Ja. Ik moet geconcentreerd blijven. Ik weet het, ik wil eigenlijk slapen daar, maar het kan niet. Ik moet echt even doorzetten en het is overdag, Vincent. Kom op, blijf erbij. Blijf erbij. Zo zeg. Van de mooie zonnebloemen links. Of rechts, sorry, rechts van de mooie zonnebloemen. Leg van die Duitse zonnebloemen zijn dat hoor. Nou, hier moeten we niet de Ausfahrt af. Want dan gaan we even kijken wat hier voor plaats zit hier. Dan kom je bij... Oh, we gaan nu langs Berlijn. Dus ik denk dat de afrit was richting Berlijn. Maar links daar, achter die heuvel, ligt Berlijn. Grappig, daar komen we helemaal langs. En dat betekent... Berlijn ligt, dacht ik, een beetje in het midden van Duitsland. Een beetje boven, dacht ik. Dus dat betekent dat als we langs Berlijn komen... dat we alleen nog maar omhoog moeten in de mapkaart. Want we moeten naar boven, naar het puntje. Eigenlijk bijna het puntje van Duitsland. Echt bizar ook. En hier rechts zien we denk ik ook een stuk van Berlijn. Dat gok ik wel. En ik weet nog steeds hoe hard ik mag. Ik ga bijna 100. Het is wel even voorzichtig rijden hoor. Want ik weet echt niet hoe hard ik mag. Maar ik merk het vanzelf al aan de snelheidsovertreding. Die ik misschien zo meteen ga halen. En anders blijf ik gewoon 110 rijden. En hier gaan we natuurlijk een heuvel af. En je merkt gelijk... dat we echt wel een beetje in Duitsland zijn. Ik bedoel, ja, ik weet dat het niet super veel verschilt met Polen, maar gewoon qua omgeving en qua, ja, gewoon omgeving eigenlijk. Je mag hier echt oneindig hard volgens mij. Kijk, die man rijdt ook keihard. Nou, we gaan gewoon 120 rijden. De snelweg. Ik bedoel, ik moet eigenlijk wel een bocht maken, dus ik ga hier wel vaart minderen. Ik ga die man inhalen hier nog, die auto of die vrachtwagen. Even rustig aan. We kunnen nog alle tijd. Hup, rustig om gemak naar rechts. Beetje remmen, want we gaan een bocht krijgen. En dan gaan we op een andere snelwegroute. Zo, dit gaat helemaal goed. Mensen, ik hoop dat jullie volgende week weer kijken naar een nieuwe aflevering van Op de Weg. Vincent vrachtwagenchauffeur. En dan gaan we hopelijk de bestemming bereiken. En dan zien jullie een nieuwe plaats. Nieuwe dingen. Hartstikke tof. Tot de volgende keer. Doei, doeg! Oh, handen op de weg.